We're gonna shout it to the top. In het centrum, in het centrum. Wie pakt die? Helemaal vrij. We're gonna shout it to the top. Luisteren! Shout it to the top. Hey! Wat voor dikkie! We're gonna shout it to the top. Inschuiven, inschuiven, visser! Ja, ik denk dat bij de geboorte van mij, dat hij zei van je zal en je moet een jongen worden. Maar dat werd ik niet. Was hij ook heel teleurgesteld. Meneer van Scherpen, wat vindt u van de hobby van uw dochter? Nou, ja, wat zal het zijn? Het was weinig hoop, hè. Geen zoon. Dus wel een beetje gepoest natuurlijk. Ja, heeft u ze gestimuleerd in het voetbal? Nou, er was weinig voor nodig. Ik speelde met jongens. Altijd voetballen op straat. Maar als ze dachten dat ik een jongen was, vond ik het vreselijk. Waarom? Toen zei ik van, ik ben een meisje hoor. Ja, ik ben gewoon een meisje. Zo wilde ik geaccepteerd worden. Bent u trots op uw dochter? Nou, trots, ja. Ik ben vreselijk kritisch, hè. Koffie aan. Is het laat geworden gisteren? Nee. Half twee. Mooie tijd. Mooie tijd? Ja. Je doet het goed naar de voorbereiding. Is dat vroeger dan anders? Ja. Werd het half drie? Dat is voor de camera, hè. Dan moet je toch een beetje fitter uitzien. Oké, jongens. De aanval. Niet altijd diep op Frank. Ja, en dat we dan proberen de vleugels te gebruiken. Probeer ook eens dat deze mensen, ja, meer naar buiten gaan. En dat gaat als volgt. Bijvoorbeeld als ik Joep neem. En dit bochie. Joep, je kan het niet zien, maar dat geldt zeker voor Frank. Dit bochie maak ik expres. Doe je dat bochie, sta je nooit buitenspel. Ik geef een teken, hup, hup, hup. Reserves blijven bij Riek. Yes. Het is 2:05. Ik heb wel eens voor de gein gesolliciteerd bij Ajax. Als jeugdtrainster. Ja, daar waarom ben je afgewezen? Ze lag hier gewoon uit. Ik bedoel, hoe moet je nou? Ik hoefde eigenlijk... niet officieel te gaan solliciteren. Ik bedoel, dus bijvoorbeeld gaven ze al geen kans. Het is wel een mannenwereld, hè? Ja. Maar ze heeft haar mondje wel mee, denk ik. Ze kan er wel roeren. Verder zullen we maar afwachten. Maar ik denk niet dat er hoger in zit. Hé, wie is hier achter? Aanspelbaar, meedoen! Hoe was dat van jou om een vrouw als coach te hebben? Hoe dat is? Ja. Nou, ik leg niet zo wakker van. Of het nou een man is of een vrouw. Dus als je ziet dat ze verstand van voetbal heeft, dan accepteer het gewoon. En ze heeft gewoon verstand van voetbal. Dus. Carla, je staat vol met 1-0. Ga je het redden? Als we het nou niet redden, dan weet ik het niet. Hoe lang nog? Dan pleeg ik zelfmoord. Hoe lang nog? Nog 2 minuten. We zijn er nog niet. Hey! Wie is je favoriete trainer in het betaald voetbal? Beckenbauer. Waarom? Ja, en hij is altijd een gentleman. Ik hou niet van schreeuwlelijke. Hij komt nou! Erop dan! 2 man! Jongens, kom nou! Overtuiging! Godverdomme, dat weet je toch? Zij is super fanatiek. En dat kan je van ons niet altijd zeggen. Verwijt je jezelf dat? Nee, dat is gewoon mijn instelling. Dat is een beetje de ANVJ-instelling. Misschien zijn wij zelfs een beetje te slecht voor haar. Is ze autoritair? Dat probeert ze, maar dat kan ze niet. Komt het? Misschien toch te zacht voor. Te vrolijk? Te vrouwelijk, ja. Dan komt het niet echt over. Ik denk dat een vrouw een hele goede voetbalcoach kan zijn. En dat een man een hele slechte coach kan zijn. Als je haar vergelijkt met vorige trainers, dan zijn er slechtere mannentrainers en betere mannelijke trainers geweest. Ik denk dat het niet uitmaakt. Nu moet je! Prima! Nu die felheid! Nou, ik ken haar van toen ze nog voetbalde. Ik vind het heel moedig en leuk dat een vrouw trainster is van een mannenploeg hier in de hoofdklasse. Waarom is dat moedig?
Nou, omdat er geen voorbeelden daarvoor zijn. Dat het toch een stereotype mannenwereld is waar ze ingestapt is. En dat tot nu toe dacht ik heel aardig doet. Jagen, 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 jagen! Zou u het willen stimuleren, vrouwen als coach in het mannenvoetbal? Nee, ik heb geen stimulerende taak in deze. Nee. Want ik geef u net aan dat het voor mij dat ik daar geen grote voorstander van ben. Dus dan zou ik het ook niet stimuleren. Nee. Zakken, zakken, Joep, als het even kan. Even meedoen. Nee. Heb je wel eens gedacht, was ik maar een man? Of was het zoveel makkelijker? Nee, nooit gedacht. Want dan had je een hoop idealen kunnen verwezenlijken. Maar als man moet je ook weer maatschappelijk, net als mijn vader zegt, maatschappelijk moet je toch wat vaster staan. Ja, een man die moet toch gauw een gezin onderhouden. Yes! 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 Ik ben gewoon gedreven omdat ik vreselijk van het spelletje hou. Wat is er leuker dan voetbal? Wat is er leuk als voetbal? Ik weet het wel, maar dat durf ik niet te zeggen. Zeg het toch maar. Het haal ik voor me. Maar er is wel iets leuker als voetbal. Mag dat voor een wedstrijd? Ligt eraan hoe ver voor een wedstrijd. Tijdens de wedstrijd kan het niet. Dat is zeker.